Hoi, leuk dat je kijkt naar Cultuurvlog. Mijn naam is Romy. En vandaag ga ik iets half nieuw doen voor ons. Nou, half. Want dit is nummer 2, nou deel 2, van Wish. Oké. We hebben één ding. We hebben nog een ding. We hebben nog een ding. We hebben nog een ding. En we hebben nog een ding. En ik ga vandaag het soort van beoordelen. En ik heb mijn telefoon. En daar ga ik dan ook... ik heb Wish al open. En dan ga ik mijn Wish kijken en dingen. Hoe het is. Oké, ik ga even kijken. Ik ga naar mijn lijstje. We gaan beginnen met deze. Even kijken welke dat is. Ik denk deze. Oh, nee, het is de verkeerde. Ga terug. Terug. Zo, dit is hem. Maar we hebben er blijkbaar ook nog eentje. Nee. Waar is die dan? Oké, ik heb hem gevonden. Ik was niet echt goed aan het kijken. Oké, we hebben nu deze. Oké, ik ga dit even aan de kant schuiven. Aan de kant. Oké, we gaan nu deze twee doen. Oké, kom maar dichterbij en dan kunnen jullie het ook zien. Oké, dit is de eerste. Ik doe mijn handen. Oké. Eerste indruk is, hij is een beetje plakkerig. Sorry, hij is heel plakkerig. Yeah. Er is een probleempje. Er komen allemaal steentjes af. Ik wil het van mijn handen krijgen, maar het lukt niet. Ik ga even iemand inroepen, tot zo. Dit was geen succes. Sorry. Oké, hoi, we zijn er weer. Dit wordt stofzuiger. Ik kan jullie misschien een klein beetje laten zien. Er liggen overal steentjes. Dat is gewoon het enige wat ik ga zeggen. Ik dacht dat het wel een goed idee zou zijn, maar een beetje plat. Ik heb het al eens keer open gemaakt, dus ik weet wat dat is. Daarom zijn ze ook wel open. Echt heel fijn. Ik ga deze weer daar schuiven. Ik ga naar deze. Dit is gewoon hetzelfde materiaal, denk ik. Oh! Dit is geen slime. Ik moest het helemaal uitkrijgen. Wacht. Dit is geen slime. Dit is wel beter, maar... Er wordt nog meer stofzuigen. Kijk, dit. Oh, dat voelt wel lekker. Kijk, er liggen ook allemaal stinkjes los. Oké, ik probeer echt heel voorzichtig te doen. Kijk, ik laat dit er gewoon in zitten. Ik denk dat ik die dingetjes gewoon beter doorin kan houden. Kijk, we hebben ook nog een zeemeerminstaart. Heel mooi. Kijk, deze is nou weer wel mooi. Deze kan je eruit halen. Maar de rest... Ze hebben ook witte dingetjes. Kristal of zo. Kijk hier. Lijkt op zout. Het is dus helemaal... steentjes. Kijk, er zitten glitters in. Ik weet niet of je het kan zien. Er zitten mooie pareltjes in. Alleen die pareltjes, zoals ik zei, gaan heel snel eruit... Ik probeer er een beetje uit te halen. Blijf hier. Kijk, misschien met pareltjes is het wel leuk. Maar had het dan gewoon in een zakje gedaan erbij of zo? Want dit is ook niet chill. Het is heel mooi. Ik wil er hard mee kneden en dingen. Maar dat kan niet, want er zitten die steentjes erin. Kijk. Dit. Sign. Kijk,
Kijk, het slijm is wel goed, maar die kristalletjes en bolletjes en dingetjes niet, die pareltjes. Kijk, dit ding is heel mooi. Je kan het er heel makkelijk uithalen. Afhalen. Vanaf. Kijk, er zitten ook sprinkles, wat? Glitters op. Mijn handen zijn nu ook helemaal vies. En dit kan je gewoon bewaren of zo. Dus dat is wel heel handig. Wacht, ik ga alweer eens kijken als het bij die mevrouw open kan gaan. Kijk, bij haar, ze heeft alleen foto's laten zien. De persoon heeft alleen foto's ervan gemaakt. Heb je allemaal kleurtjes. Oké, we gaan nu de pennen doen. Welkom terug. We hebben gewoon, ik denk, hoeveel hebben ze dat? Ik denk 12. Oké, er staat gratis bij, dat is gewoon goed. Volgens mij hebben we er niet eens 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh ja, eentje hebben we weggegooid. Ja, sorry. Dit zijn de spennen. Wacht, volgens mij zitten er 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oké, we gaan gewoon tekenen. Oké, ik ben benieuwd hoe deze eruit. Ja. Oké, ik doe mijn dopper op. En hier zit het in. Nee, ik ga het er niet uithalen. En hier zit de dop. Moet je dit draaien of zo? Ik laat het daar gewoon op zitten. Oké, ik pak mijn papiertje. Voor de rest, ze zijn helemaal goed. Ik ga gewoon letters ermee schrijven. Nee, het geluid is heel irritant. Voor de rest is alles gewoon goed. Deze is wel goed. Ik ga weer een lijstje. Oh, dat is jammer. Deze kan je niet goed zien. Ik ga via de lichaamboog deze keer doen. Ik ga even iets pakken. Hè? Ik snap, oké. Hij werkt niet eens. Wat is dit? Nee, ze heeft geen foto van iets met tekenen of zo. Alleen dit. Alleen foto's van de pennen. Maar er is niks. Jammer. Maar hey, het is een middentijd. Die een, die andere, die pot met slijm was wel leuk. Die kleine pot was dit en die andere, deze is dit. Dit. Oké. We gaan weer door. Met deze. Geen helder dus. Ja. Even kijken. Even kijken als ik een foto ervan heb ofzo. Kijk, oké. Ik ben benieuwd wat het is. We gaan volgens mij de macaron. Die gaan we doen. Het is de macaron. Ik heb een papiertje ingedaan, dat heb ik zelf gedaan. Ja, dit heb ik ook zelf gedaan. De telefoon moet even aan de kant.
ik heb dit al heel lang liggen. Maar ik weet niet wanneer ik er dus een video moet van maken. Dus nu is het dit. En dit versus dit. Moeislijm? Nou, ik zie geen moeislijm. En dit is nog best groot. Nou, ik heb echt zo'n mini gekregen. Dus dit gaat de prullenbak in. Tot zo. Als laatste hebben we deze. Hij ziet er super schattig uit. Hij is glow in the dark. Er zitten sprinkles in. Nou, sprinkles. Je snapt wat ik bedoel. Zo ziet het er dan uit. Oké, we gaan hem open. We gaan hem openmaken. Wat de heck is dit? Ik weet niet hoor, maar dit is niet wat ik... Ik heb niet eens een poppetje erbij. Kijk. Hier is een poppetje. Ik ga niet... Klinkt wel heel fijn. Ik weet niet hoe we de glow in the dark moeten gaan maken. We moeten gewoon een donkere plek eigenlijk hebben. Maar de lichten staan al uit. We hebben eigenlijk geen donkere plekjes. Ik ga deze ergens proberen. Dus tot zo. Nou. Het heeft niet gewerkt. Gewerkt. Kijk. Je hebt dit. Dit mooie plaatje. En het verandert in dit. I don't see it. Ik heb... Waar is het? Ik heb dit slijm. Ik heb met het slijm 5 minuten op een lamp bij een lamp gestaan. Om te zeggen dat je moet opwarmen. Of zo. En er gebeurt niks. Maar wacht, waar kun je het zien ook weer? Plastic. Staat hier funny fluffy foam fleurzuk sensor slime DIY easy mud modeling clay putty tub anti stress kit plastic toys for children. Wat een lange naam. Zeg maar hardop. Oké. Verkocht, bla bla. Nou ja, er staat niks. Dus it's fake. Kijk, het slijm zelf is wel een half duimpje waard. Maar het project dingen niet. Kijk, soms als je de kaart mee gaat. Ik zie zo, omdat ik net helemaal deeg ga spelen. Mee gaat spelen, dan werkt het niet. Dan, dan worden je handen heel foamachtig of zo. En nu, als je er zo met je vinger in doet, gaat hebben, wordt je vinger alleen zo heel raar zoutachtig. En anders wordt je hand helemaal zoutachtig. Dus dit kan wel, wacht hoor. Dat jullie het weten, ik heb dit al heel lang in huis liggen. Van Wish. Dus ik heb het niet laatst nog besteld of zo. Het duurt echt een maand of zo voordat het weer er is. Ik denk dat dit een van de laatste delen waren. Het laatste deel was. Is was aan het werk. Bedankt voor het kijken van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En bedankt voor het kijken. Ik zie allemaal dingen. Ik moet het nu even toevoegen. Oké. Ik heb een eigen list. Dat heet dus kerst. En daar heb ik al deze dingen vandaan. Dus bedankt voor het kijken. En hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei!